Wat is er gebeurd met Novel van 3 uit Utrecht? De peuter kwam afgelopen zondag om het leven. Zijn moeder en haar vriend zitten vast. Mensen die in de buurt wonen vragen zich af waarom jeugdzorg niet eerder heeft ingegrepen. Het gezin was daar namelijk bekend. Gisteren zochten veel buren steun bij elkaar tijdens een emotionele bijeenkomst in het buurthuis. De dood van Novel raakt veel mensen en daarom heeft de buurt besloten tot een stille tocht. Zodra het nieuws over Novel in de media bekend is, ontstaat er bij zijn huis een altaar van bloemen en beertjes. Ook vandaag worden er nog bloemen gelegd. De buurt is nog steeds in shock. Nou, daar word je, hè? Daar schrik je, daar word je helemaal niet goed van. De meeste buurtbewoners willen vandaag niet voor de camera reageren, maar zijn nog altijd vol ongeloof. Een aantal mensen is in actie gekomen. De buurtvereniging organiseert morgen een stille tocht. Daarna is er een herdenking op het pleintje, waarbij Linda Evers het woord voert namens de buurtbewoners. We vragen hun allemaal om een uitspraak die hun doet herinneren aan Novel. Mijn neef zei bijvoorbeeld, hij was mijn kleine grote vriend. Dus in die trant moet je dan denken, dat zal ik voorlezen. Linda is druk met het organiseren van de stille tocht. Ze verwacht een grote opkomst van zo'n 300 à 400 mensen. Ja. Iedereen wil meelopen. Maar dat vind ik wel iets aparts en mooi. Het is het minste wat je kunt doen. Het laatste wat je kunt doen. Maar dit, dat verwacht je niet. Na de optocht zullen er ballonnen losgelaten worden. En niet alleen de bewoners van het Verdomhoekje lopen morgen mee. Ook een grote Marokkaanse groep wordt verwacht. Novel is half Marokkaans. Iedereen die zich verbonden voelt met Novel of zijn steun wil betuigen aan de familie, is van harte welkom. En ook de politie gaat mee om de boel in de gaten te houden. Je wil dat het rustig verloopt, ordelijk verloopt. En dat is besproken. En ja, tuurlijk is het emotioneel. Dat is niet te voorkomen. De stille tocht begint morgen om 7 uur op de Kinkerstraat. En we gaan naar de redactie, naar Leonie de Jong. Leonie, jij hebt veel mensen gesproken vandaag, onder wie familie van Novel. Wat vertellen zij over dat gezin? Ja, er is eigenlijk een heleboel te vertellen, maar dat is uiteindelijk allemaal in vertrouwen. En ze willen ook niet dat dat naar buiten komt. Ze hebben gebeld, vooral omdat ze vinden dat via de media, ook via onze website en alle fora, de meest vreselijke geruchten naar buiten worden gebracht over de doodsoorzaak van Novel. Daar heeft de familie heel erg veel moeite mee. En een forum wat er allemaal op komt, dat kun je natuurlijk allemaal niet tegenhouden. Maar ze had wel de behoefte om te zeggen van probeer ons met respect te behandelen. We hebben verdriet, we zijn aan het rouwen, er moet van alles georganiseerd worden. En als mensen dan gaan speculeren over de doodsoorzaak, ja, dat doet hun ontzettend veel pijn. En ze vraagt dus via deze weg ook om aan mensen om hun met respect te behandelen. Ja, aanstaande maandag, 4 april, zou er een zaak dienen over Novel bij de rechtbank. Waar zou dat over gaan? Ja, dan moet ik even het een en ander uitleggen. Dat gaat over een melding wat binnengekomen is bij advies- en meldpunt kindermishandeling. Als zo'n melding binnenkomt, dan wordt er een onderzoek gestart door deskundigen. Die gaan dan onderzoeken wat er allemaal aan de hand is. Ze gaan praten met mensen in de directe omgeving van dat gezin. Zij bieden zelf geen hulp, maar ze kunnen bijvoorbeeld wel hulp in gang zetten voor een gezin dat nodig zou hebben. Maar als zo'n gezin die hulp niet accepteert of als er een levensbedreigende situatie is voor een kind, dan draagt het AMK het dossier en het onderzoek over aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming gaat daar dan weer mee aan de slag en kijkt dan of en welke maatregelen er getroffen moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing of een andere beperkende maatregel. Nou, in dit geval zou het dus inderdaad aanstaande maandag voor de rechter komen, want de rechtbank heb je nodig voor bepaalde maatregelen. En de Raad voor de Kinderbescherming heeft de rechter verzocht om onder toezichtstelling van dit gezin. En dat zou dus eigenlijk aanstaande maandag voor de rechter komen. Tja, intussen zit nu de moeder van Novel en haar vriend vast. Wat gaat er met hun gebeuren? Ja, morgen wordt duidelijk of ze nog langer vast komen te zitten en of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Oké, Leonie de Jong, dankjewel.